Dylan Hagens maakt geen vlogs. Stuk TV maakt geen vlogs. Mensen, wat een fantastisch feest dat we er weer zijn. We gaan er weer wat van maken. Elke keer als ik hier ga zitten, moet ik even plek vinden binnen mezelf en de maatschappij. Snap je wat ik bedoel? Nee. Jullie vragen je ongetwijfeld af, waarom heb ik geen paprika? Nou, die heb ik wel, maar ik was al te snel met opeten. Ik had hem al gewoon... Hij is al op. Sorry. Nou, hij is nog niet op. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik wil gewoon even lekker kletsen vandaag. En het is een belangrijk onderwerp, dus waarom zit ik zoveel aan mijn haar? Ik weet niet. Het is een belangrijk onderwerp wat we echt wel eventjes moeten bespreken. Aangezien, hoe noem je het? Het is zeg maar... Oh ja. Volgens mij is dit het woord. Gewoon fucking kut. Oh, sterk spul, jongen. Het kan niks nieuws voor jullie zijn, maar YouTubers worden over het algemeen neergezet als vloggers. What? We hebben zeg maar YouTubers en YouTubers noemen zichzelf YouTubers. En sommige mensen daarvan zijn vlogger, dus die filmen zichzelf elke dag. Die laten hun leven zien, dat video, bla, en dan in elkaar. En dan is het zo van, hey, ik vertel wat me aangaat per dag. Dat is vloggen. Er zijn ook veel YouTubers die niet vloggen. Stuk TV vlogt niet. Zelfs dit is niet eens vloggen, dit is gewoon zeg maar presenteren. Dit is gewoon praten. Ik ga niet zo, hallo, ik ben... Nee, zo werkt het niet. Stuk TV zijn geen vloggers. Mertabi is geen vlogger. Cinemates zijn geen vloggers. Kortom, media, what up? En ik heb speciaal voor jullie vandaag wat berichten van de media verzameld. Hilarische momentjes. Waarin de media zegt, vloggers zijn helemaal hip. Onder andere Kelvin van Cinemates, vlogger. Nee. Precies hetzelfde als dat je zeg maar een muzikant gewoon altijd rapper noemt. Oh, Ariana Grande. Ja, dat is toch een rapper of niet? Een muzikant. Oh nee, maar rapper. Dat is een rapper. Ah, ze zijn allemaal hetzelfde die rappers. Zo werkt het gewoon niet, oké? Je hebt zeg maar rappers, muzikanten, mensen die country muziek maken en allerlei verschillende stijlen. En dat heb je op YouTube ook. Namelijk je hebt vloggers, maar je hebt ook filmmakers en je hebt documentairemakers en je hebt prankers en wat dan ook. Snap je? Duidelijk. Dit komt voort uit een zekere vorm van irritatie die ik niet alleen bij mezelf heb gezien, maar ook bij andere YouTubers die zichzelf niet fijn vinden de vloggers. Het zijn niet allemaal vloggers, oké? Als Tim met Boos een soort van show wil maken, maar dat niet op tv plaatst, maar op online, is het niet in één keer een vlogger. Dan is het gewoon een maker en... Je snapt wat ik bedoel. Oké, nou dit is blijkbaar een artikel over vloggers die vloeken. De kop gaat als volgt. Fucking knolpower. Vloekende vloggers scoren. Oké, we kunnen er natuurlijk niet omheen. Enzo is een vlogger, maakt niet uit. Maar dan, vooral woorden als fucking en shit worden veel gebruikt. No fucking shit! Kinderen kopiëren het taalgebruik van YouTubers heel erg, maar dat doen ze ook met woorden die niet per se als vloeken worden gezien. Zo hoor ik tegenwoordig veel kinderen knolpower roepen. Knolpower! Maar dan komt het! Dan komt het, mensen! Dit is niet normaal! Dit is het schoolvoorbeeld van mogolheidnus. Wat vinden de vloekende vloggers zelf? Ik vind het een interessante discussie, omdat het nu over YouTubers gaat, terwijl kinderen al jaren de grofste songteksten meezingen met bekende liedjes, zegt Kelvin Boerma, bekend van het vlogduo Cinemates. What the fuck? Hi, mijn naam is Kelvin. Ik ben onderdeel van vlogduo Cinemates. Zo werkt het gewoon niet. Media, what the fuck is up with you guys? Als je zegt, Kelvin, vlogger van de Kelvlog. Oké, weet je, dan snap ik de ergste confusion nog. Maar dit is vlogduo. Vlogduo. Wat de fuck is dat? Wat is een vlogduo? Met twee mensen één camera vasthouden? Ergens een bepaalde vorm van gewoon echt irritatie heb ik. Een artikel van 7days.nl. 7days, if you see this, shout-out naar jullie. Jullie zijn leuk. Top. Alleen soms gebruik je rare woorden. Hij is één van de twee Cinemates. Weet met zijn vlogs honderdduizenden kijkers te boeien. Vlogs. Heb ik ooit in een video op dit kanaal gezegd, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Veel plezier met het kijken van een vlog. Gezellig. Op kalwijn. Nee, ik heb het nooit gedaan. Vlog. Ik ben natuurlijk niet het enige slachtoffer van deze virus. Oké, dit is een soort van, het vlogvirus is dit. Het vlogvirus binnen de Nederlandse media, waarin iedereen die iets met YouTube doet als vlogger wordt neergezet. Ik ben niet het enige slachtoffer, oké? Mert is bijvoorbeeld ook het slachtoffer. Een artikel uit 2015. Vlogger Mert Goerdiken gaf zijn rechtenstudie op voor een YouTube carrière. Dit jaar werkte hij voor het eerst samen met commerciële omroep RTL. Vlogger Mert! Yo, vlogger Mert, alles goed? Mert heeft natuurlijk milkshake vlog, dus in principe zeg maar de verwarring vrij duidelijk. Ik snap het ergens wel. Maar dan, rtlnieuws.nl. Welkom, wederom terug bij RTL. YouTube Awards worden uitgereikt. Televisiering voor het internet. Nigga, we made it. Hey. We made it. Dat is toch mooi?
mooi om dat te horen. Dat op een of andere manier de awards, show van Viet Festival, wordt gezien als de televisiering van de hele YouTube. Bah. Het is dus een interview met Stuk TV. Komt ie. Ja, dat wordt mooi. Bereid je voor. Komt, hé, wordt mooi. Wordt lachen. Hé, even allemaal geniet. Even likkie. Dude, what the fuck? Stuk TV heeft tot nu toe een bijzonder jaar, beseft ook Giel. Het kanaal werd ingelijfd door RTL en de vloggers ontdekten de achtergebleven aap in de verlaten dierentuin. De vloggers! Wie zijn de vloggers? Ja, welkom bij een artikel over Stuk TV. Allemaal leuk en aardig, die jongens maken hele mooie dingen. Vlogs van Stuk TV zijn ook heel leuk. Oh nee, wacht, ze hebben geen vlogs. Wederom Stuk TV. Vloggers Stuk TV beboet voor brandstichting. Heftige... Nee! Nee! Ja, ik heb er ook niet, verder niet zo heel veel over te vertellen. Zeg maar, ik hoop dat punt duidelijk is. Welkom bij een artikel over YouTuber Rutger Ving. Rutger, alles goed? Ja, gaat goed. Zeker, met jou? Ja, goed. Dus, hoe is het met je YouTube-carrière? Ja, gaat goed, zeker. Ik maak altijd leuke video's en ga nog steeds top. Mensen zijn blij, dus... Oké, wanneer heb je voor het laatst een vlog geüpload? Doei. Dag. Vlogger Rutger krijgt haatberichten door geaardheid. Vlogger Rutger. Yeah. Oké, het feit dat Rutger haatberichten door geaardheid krijgt, natuurlijk niet normaal. Dat is van de zotte. Maar dat hij vlogger genoemd wordt, vind ik nog raarder. Nog erger. We zijn content creators. We zijn creative masterminds. We zijn eindbazen der online video. En geen vloggers. Ik ben geen vlogger. Voor het eerst geeft Twitter in Nederland op maat gemaakte emoji weg. De bekendste Nederlandse vlogger doet mee in de reis van social media bedrijf. Oké, dit is een artikel over dat Twitter op een gegeven moment emoji ging weggeven. Oh, bullshit. 19 vloggers die op basis van hun aantal volgers gekozen zijn, komen in aanmerking voor de prijs. Nou, dan gaan we even kijken wie deze vloggers dan zijn. Enzo Knol. Oké, Enzo Ver. Hij is vlogger. Milan Knol maakt geen vlogs. Ofwel, weet ik niet eens. Dus David maakt geen vlogs. Ofwel, ik weet het niet eens. Jelly maakt geen vlogs. Yeah. Dylan Hagens maakt geen vlogs. Stuk TV maakt geen vlogs. Jaraski maakt zeg maar geen vlogs. En daarnaast, zijn naamnaam heet Jaraski Gaming. Waarom noem je hem? Wat? Waarom? Anders had het Jaraski Vlogging geweest, toch? Rutger Vink maakt geen vlogs. Calvijn maakt, voor zover ik weet, geen vlogs. Veel plezier met het kijken van een vlog. Het is toch fijn dat jij als vlogger zijnde genomineerd wordt voor een prijs waar je eigenlijk helemaal geen kans op maakt, omdat je niet eens vlogger bent. Hetzelfde als ik zou genomineerd worden voor beste gaming. Beste gamer van YouTube Nederland. Genomineerd gamer Calvijn. Nee. De YouTube beef tussen vloggers van Stuk TV en Enzo Knol is opgelost. Massahysterie in Bruna, Eindhoven, door vloggers Gio en Sjaak. Vloggers Gio en Sjaak. Hey, mijn naam is Gio. Ik maak allerlei video's. Ik maak gaming video's. Ik maak prank video's. Ik maak leuke challenges. Ik maak zo nu en dan vlogs. En ik ben automatisch meteen een vlogger. Jullie snappen mijn punt. We kunnen nog lang doorgaan met allerlei van zulke artikelen waarin mensen... Kijk, wederom. Anouk Maas en Rutger Vink presenteren een nieuw Nickelodeon-programma. Nickelodeon maakt maandag bekend dat vloggers Nick Rozen, Jeroen van Holland en Quinty Michidan in de eerste drie afleveringen zitten. Geen vlogs! Ja, oké, Nick Rozen maakt volgens mij soms vlogs. We kunnen nog heel lang doorgaan hiermee, maar ik heb een oplossing bedacht. Ik heb een oplossing bedacht voor het geheel. Namelijk, ik ga het er even bij pakken. Hier heb ik heel erg veel zin in. Ik heb de oplossing voor het probleem, mensen. Weet je, want ik ben natuurlijk oplossend ingesteld. Ik heb een vrij goed oplossend vermogen, laat ik het zo zeggen. Ik probeer toch overal wel een oplossing voor te vinden. Dus vandaag heb ik ook de oplossing. Namelijk om voor eens en voor altijd duidelijk te maken aan de wereld dat als je YouTuber bent, je niet automatisch vlogger bent, heb ik vandaag speciaal voor jullie... dit shirt ontworpen. Yes. Het officiële ik ben geen vlogger shirt. Dit is zo fucking ziek. Dit is fantastisch. Kijk jongen, dit is toch lijp? Mijn favoriete shirt, zo simpel mogelijk, zo straight to the point mogelijk, namelijk. Je kan zeggen wat je wil, maar ik ben geen vlogger. Nee. En dat zou natuurlijk vrij egoïstisch zijn als ik die shirts alleen voor mezelf had. Dus ik heb ze in mijn webshop geplaatst, namelijk calvijn.fanfarber.com/nl en dan ben je er. En op mijn webshop kun je zeker deze shirts krijgen. In het wit of in het zwart, maakt geen reet uit. Om voor eens en voor altijd duidelijk te maken aan de rest van de wereld. Vloggers niet YouTubers zijn. Of nee, YouTubers niet per se vloggers. YouTubers niet per se vloggers zijn. Ik ben verliefd op mijn shirt. Kelvin, waarom heb je dan niet een of ander hip, fantastisch design bedacht waarin iedereen ver... Nee, zo hoort het niet. Oké? Als je iets duidelijk wil maken aan iemand, dan moet je het gewoon zeggen. Dan is het gewoon één zin. Ik ben geen vlogger. Zelfs niet eens een hoofdletter. Wel een punt, trouwens. I'm not a vlogger, man. I'm not a vlogger.
Mocht je nou geen YouTuber zijn, maar wil je dit fantastische shirt wel, om duidelijk te maken van hey, weet je, ik sta hiervoor, ik support dit, dan kan dat. Voel je niet beperkt in je mogelijkheden in de wereld des maatschappijs. Er was geen zin. Was wel een zin, was geen goede zin. Jij kan kans maken op dit shirt. Meerdere mensen kunnen kans maken op dit shirt, maar daar moet je natuurlijk wat voor doen. Namelijk, als jij online duidelijk maakt aan de hele wereld dat men geen vlogger is, dan win je. Dan kan je winnen. Dat doe je door op social media iets te platen waarin de hashtag geen vlogger staat. Dus bijvoorbeeld, @Calvijn is geen vlogger. Of ik ben geen vlogger. Hashtag geen vlogger. Als hashtag geen vlogger vandaag trending wordt op waar dan ook, dan zullen YouTubers nooit meer voor de rest van hun leven bestempeld worden als vloggers. Dat is mijn doel. Kelf de president. Vanavond maak ik de winnaars van de winactie op Snapchat bekend en heb je vandaag en morgen 10% korting op dit shirt in de webshop, dus haal hem sowieso en zorg ervoor dat de rest van de wereld weet dat je geen vlogger bent. Daarnaast is het ook zo dat ik er niet heel veel heb. Wees er snel bij, anders op eens op. Fam, social media helemaal vol met hashtag geen vlogger en zorg ervoor dat iedereen ervan af weet en dan maak je misschien wel kans op een gratis shirt en vanavond als de winnaars bekend zijn heb je nog steeds 10% korting op deze shirt. Morgen ook nog, dat wordt helemaal leuk. En daarna zijn ze gewoon in de webshop. Ik zal voor de rest van mijn leven dit shirt met trots dragen. Voor altijd. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog.